Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga naar de opticien, want ik heb het gevoel dat ik misschien wel een bril nodig heb bij mijn laptopwerk. Maar ik praat je zo even bij. Oké, nou dit was echt een mega warrige intro. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik moet een bril. Ja, ik merkte de laatste tijd al dat ik tijdens het editen en op mijn telefoon heel snel hier last kreeg van mijn ogen. En hier, dit gedeelte... En hier. En ik moest een test doen bij Pearl. Tenminste, dat had ik zelf ingepland. En daar komt uit dat ik aan deze kant plus 0,50 heb. En hier plus 0,75. Het was nu de tweede bril gratis. En er stond een prijskaartje op van €120 voor het montuur. Alleen ik wist niet dat dan de glazen er ook nog bij kwamen. Dus dat was €290. Ik heb wel twee brillen. En ik hoop iets minder last van mijn ogen. Ik hou gewoon het editen iedere keer niet heel lang vol, omdat ik echt snel last heb en nu snap ik waarom. Maar goed, ik ga een pasta salade maken voor Sven en voor mij. Noah krijgt zo meteen nog wat kleins te eten. Het is nu maandag, hij is terug van de opvang. En nou? Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Ik ben net bij de tandarts geweest. Het is nu trouwens woensdag. En ik hoop trouwens niet dat mijn mond helemaal vies is. Ja, je kunt echt aan mijn huid zien dat ik weer ongesteld moet worden. Ik heb twee brillen, die kan ik zo meteen ophalen. Maar ik ben nu in Horen bij de Subway. En eigenlijk wil ik heel eventjes in mijn telefoon zetten wat ik er precies op heb. Want ik vind het super lekker. Ik heb dus een broodje met sesam en tonijn, guacamole, sweet onion saus, sla, tomaat, komkommer... En rode ui. En het is echt super lekker deze combi. Ik kan zo meteen twee brillen ophalen. Gisteren op de zaak bij Inopet had ik eventjes de bril van Chantal op. En dat zorgde gewoon echt voor de hoofdpijn die verdween. Dus ik weet nu wel waar mijn vele pijn achter mijn ogen vandaan komt. Dat is heel fijn. De onderwijsreis is af. Maar ik wacht op goedkeuring. Maandagavond heb ik hem opgestuurd. Het is nu woensdag. Ik heb nog niks gehoord. Maar ik moet een go krijgen van de school zelf. Voordat ik het online mag zetten. En ik heb dat nog niet gehad. Dus ik kan niks. Ik was net naar de tandarts. Ik ben 6, 7 jaar niet naar de tandarts geweest. En er is dus helemaal niks aan de hand. Geen gaatje. Helemaal niks. Ik weet niet of je het herkent. Ik heb dus vanochtend mijn mail gedaan. Ik heb wat editwerk gedaan. En alles is helemaal bij. Alleen, ik heb dan nu een beetje de ruimte, want Sven gaat Noah ophalen eind van de middag. En dus tot en met een uur of half zes, zes uur heb ik nu de ruimte en het is nu 2 uur. Dus ik heb nu 4 uur. En dan denk ik, ja, wat ga ik doen? Ik zou zoveel kunnen doen dat ik soort van... Hou eens op met je piep. Dat ik dan een beetje bevries. Dat er eigenlijk helemaal niks meer uit me komt of zo. En dan heb ik het gevoel dat ik eigenlijk helemaal niet het goede gedaan heb. Ja, dat is misschien heel gek om zo te zeggen. Maar ja, ik wil heel graag mijn kantoor gaan uitzoeken. Ik heb best wel veel spullen die weg kunnen. Spullen van mezelf, kleding die ik niet meer draag. Of die ik gehad heb van bepaalde campagnes die ik toch niet draag. Melanie zei dus hetzelfde en die gaf ook aan van ja weet je, ik wil het zo graag allemaal verkopen. Toen zei ik, waarom gaan we niet gewoon naar de Eihallen? Ik hoop dat Melanie en ik met z'n tweetjes in juli naar de Eihallen kunnen gaan. Dan kan ik al mijn spullen voor een heel leuk prijsje verkopen. Plus ik vind dat gewoon super leuk om te doen. Ik heb al eerder bij de Eihallen gestaan. Er zijn zoveel dingen die ik dan nu zou willen doen. Hé, daar is Didi. Maar hij ziet mij volgens mij niet. Volgens mij ziet hij me nu wel. Ja. Jeetje, wat een onsamenhangend verhaal is dit, zeg. Het gaat helemaal nergens over. Ja, ik ga mijn brillen ophalen. Ik heb heel even snel een klein beetje make-up opgedaan. Ik sta nu bij de parkeerplaats van de Vibra. Want ik wil heel eventjes van dat roze schoonmaakspul halen. En daarna rijd ik door naar de brillen. En dan ga ik thuis eventjes wat kleren laten zien. Want ik heb weer een pakketje van Chiquelle gehad. Met een code. En dat wil ik even aan je laten zien. Maar ik wilde gewoon heel even wat op. Dus ik heb eventjes minimaal wat opgedaan. De plannen zijn een klein beetje gewijzigd. Er zit een scheur in mijn nagel. En Mel had aangegeven dat ik om 4 uur langs kan komen. Het is nu 4:10. Kijk. Dit heb ik gehaald bij de Vibra. Ik heb hier veel over gehoord. Dus ik ga dit heerlijk gebruiken in de badkamer. Oh,
Oh. Dus ik ga mijn bril ophalen, dan ga ik naar Mel rijden. En ik heb net een berichtje gehad van meester Sander, maar daar praat ik je later over bij. En ook over Rebecca wil ik nog wat vertellen, want daar ga ik morgen mee filmen. En ik heb echt iets hilarisch gedaan, vind ik zelf. Maar goed, dat vertel ik zo meteen, want ik moet dus nu ineens weer tempo maken. Ik vlieg weer alle kanten op. Ik heb mijn brillen opgehaald. Ze zijn afgesteld. Ik ga het straks laten zien. Ik ga nu naar Mel rijden. En ja, I know, schandalig. Maar ik heb dus de navigatie aan. Ik weet namelijk gewoon niet welke wegen in richting zijn. En hoe wat waar. Dus ik woon nu 2 jaar in Enkhuizen. Maar ik gebruik al 2 jaar lang navigatie. Zeg me alsjeblieft dat jij dit ook doet. Oké, luister. Wat heb je nou weer? Ik moet een bril. God. Wil je het zien? Ja, tuurlijk. Okay. Mag jij kiezen welk wil je eerst zien? Esprit, echt. Ja, maar luister, ze stonden wel mooi. Okay. Ja, maar jij mag kiezen welk doosje je als eerst wilt zien. Nee. Die? Oké. Okay. Ja, wacht even zo. Ik moet een beetje bukken. Nou, daar gaan we hoor. Ogen dicht. Ik heb geen idee hoe het op beeld staat. Oh, sorry. Maar ook in het rood echt. Ik vond het wel leuk. Het is alleen voor mijn laptop verder. Oh, oké. Het is niet om gewoon buiten te dragen. Maar ik vond dit wel een leuke kleur. Ik moet er heel erg aan wennen. Ik vind het niet lelijk. Zeker niet. Nee, nou ik dacht, doe eens gek. Doe de volgende. Ja, ik weet het. Wat erg hè. Ik dacht al dat jij me appte, dan ga ik even mijn brillen halen. Toen dacht ik, brillen? Ja. Okay, maar en je steeds hoofdpijn hebt ofzo. Ja, heel erg hoofdpijn. En deze. Ja, die vind ik leuker. Ja, maar het was het, ik kreeg er 1 gratis. Oh. Dus. Oh, je hebt ze ook echt gekocht al? Ik denk je hebt ze ja? Op zich mee ofzo? Nee, ik heb ze gekocht. Nee. €300. Gosje mijne. Mm-hmm. Ja, ik vind het best leuk eigenlijk. Jawel, toch? Ja, ik vind het wel leuk. Ik moet er wel even aan wennen. Ik vind dit montuur wel beter staan dan deze. Maar ik moet gewoon ja. Aan de kleur wennen. Maar ik vind het wel stoer dat je een rood montuur hebt genomen. Ja. Doe die andere nog zo? Ik dacht, ik vind deze denk ik ook leuker hoor. Alleen, ik had wel zoiets van, nou, ik vind het wel leuk om te kunnen afwisselen. Ja, ik vind de vorm van deze dan ook wel leuk. Ja, alleen ze hadden deze dus niet in een andere kleur. Oh. Dus het was zeg maar ja, alleen... Ja, ik ben aan de kleur, maar ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het leuk. Ja. Dat is gewoon wennen, want ik heb je nog nooit met bril gezien. Ik voel me echt oud. Dat is wat anders dan een zonnebril. Dat ik denk... En nu? Ja. Nou goed, dat wilde ik even laten zien. Dus ik heb 2 brillen. En brilletjes? Ja, yep. Nou goed, we gaan mijn nagel maken. Ja! Nou, Paul brengt me even naar de auto. Ik voel me altijd helemaal kind als ik achterop zit. Moet je wel eerst stoppen hoor, anders val ik. Oké. Nou Mel... Dank je voor de tijd. Bedank ook je moeder voor dat ze langer wil oppassen. Ik ga naar de auto. Doei! Nou, kom eens. Hop, kom eens. Wauw, Max Verstappen auto. Was het leuk bij de oma's. Oké, ik heb wat kleren van Chiquelle. En die heb ik even aangetrokken net. Dus ik ga de foto's van de aanbeelden... ook met je delen. Dus die komen meteen, zo meteen hier in het scherm. Ik heb uiteraard voor jurkjes gekozen. Want ik hou van jurken. En ik heb daar... Nou, die kan je net niet zien. Heb ik ook een doos neergezet. Want ik ben... Terwijl ik dan pas, ga ik ondertussen ook mijn kledingkast af. Nou ja, zo werkt dat bij mij. Maar goed, deze trui is trouwens ook van Chiquelle. Ik heb mega veel dingen van Chiquelle. Ik hou echt van hun... Ze verzenden trouwens ook super snel. En ik heb een kortingscode. Ik mocht weer 6 linkjes opsturen. En 4 daarvan heb ik gekregen. Deze jurk. En ik heb alles in een emmetje. Eigenlijk altijd. Noah, niet in je mond doen hè. Nee.
Moet mama het erop doen? Kom maar, moet ik het erop doen? Geef maar. Hou hem alvast omhoog. Kom maar. Ja, dit is eigenlijk niet echt voor spelen. Ja, kom maar. Je moet je erop laten zitten. Ja. Ja, kijk zo. Hey, ik heb jou gemist. Ik heb jou gemist, Moppie. Zullen we vrijdag naar Sprookjeswonderland samen? Ja. Dat is wel leuk. Gaan we in de draaimolen. Ik ben alleen heel erg bang dat het echt heel vies weer gaat worden. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Weet je wie er trouwens zaterdag komt? Tamara. Vet leuk. Oké, nou. Ik heb dus deze jurk. Wat een heel leuk detail is, vind ik de bovenkant. Kijk, hele mooie kleur. Prachtige kleur. Het is een hele lange jurk. Ja, wat ik zeg, dus met van die knoopjes. Je kunt ze niet verstellen. Kijk, het zit gewoon vast. Dus die strikjes zijn puur voor de sier. Ik dacht in eerste instantie dat je dit dus langer en strakker kon maken. Maar dat kan niet. Noah, wat ben je aan het doen? Wat ben je? Nee. Absoluut niet. Niet de zolder op, draakje. Zo, kom maar hier. We doen de deur wel even dicht. Dat vind ik veel te spannend. Gaat die zomer de zolder op? Het is dan zo stil. Dan weet je gewoon, die doet iets wat niet mag. Oké. Deze jurk is echt prachtig. Het zit strak. En ik weet dat ik dat niet spannend hoef te vinden. Maar ik vind dat spannend. In mijn hoofd zit gewoon dat je een bepaald figuur moet hebben om dat aan te mogen. Het slaat nergens op. Ik weet het, maar het is een one shoulder. Ja, ik vind hem echt prachtig mooi. Ik laat hier wel even de stof zien. En dan ingezoomd. En dan... Oh, wat doe jij? Ja, dat is natuurlijk helemaal leuk. En hier heb ik geen beveiliging op zitten. Nou, moedermafia, kom maar op. Niet meer aankomen. Die is voor Noah. Nee. Ja, en dit is op wifi, dus nu hebben we hier disco. Oh, dit wordt een hele lange shoplog. We doen het wel heel even zo. Mama moet hem even verstoppen. Zo, wacht. Kunnen we iets aan jou geven uit mijn nachtkastje waar je mee kan spelen? Even kijken. Oh, wow. Wauw, dat is mooi. Snel verder. Dit kun je dus nu al heel chill aantrekken. Zonder een panty. Met boots. Ik hou van blote benen. Waar is nou de rituals? Jij wil op bed. Maar dat gaat echt niet lukken. Oké, we doen heel even iets sneller. De aanbeelden laat ik zien. Prachtig. Hoe vind je die? Hoe vind je die kleur? Het is een mooie kleur, hè? Het is paars. Kijk. Ik schrik me helemaal. Een ongeluk met jou de hele tijd. Hele mooie kleur. Deze heb ik ook in het crème. Ook hiervan draag ik een emmetje. Ja, dit is echt zo'n mooi modeljurk. En de... Wat doet die nou? En deze jurk heeft ook van die touwtjes aan de bovenkant. Even kijken... Ja, nu is hij daar, ja. Nu is hij eronder. Kijk, deze kun je dus wel verstellen. En dat is een pluspunt. Deze heeft aan de voor- en aan de achterkant een V-hals. Vind ik ook heel mooi. Kijk, deze print is helemaal rondom een bloemenprint. Ik kijk even in het scherm, omdat ik wil zien of je het goed kunt zien. Wij gaan lekker beneden nog even spelen. Ik heb nog geen goedkeuring gehad van de onderwijsreis. Dus dat betekent dat ik deze vlog nu vanavond nog ga editen.
zodat die morgen online staat. Want ik mag de onderwijsreis gewoon nu nog niet plaatsen. En ik wil wel gewoon een video erop, want ik heb hartstikke leuke beelden van deze dagen. Dus, check. Ik snap dat het een beetje warrig is geweest met deze shoplog misschien. Misschien valt het hartstikke mee. Maak vooral gebruik van die code. Als het goed is, is die 5 dagen geldig. Ik zet alles eventjes in de beschrijving. Linkjes van de jurken kun je ook hieronder vinden. Heel erg bedankt voor het kijken. En je helpt mij door gewoon eventjes op dat duimpje omhoog te klikken. Dus als je dat wil doen, heel graag. En dan zie ik je heel graag volgende week weer bij hopelijk de onderwijsreis. Doei!